Vanavond in Brandpunt. Ja, u legt mij nu woorden in de mond. Dat vind ik heel erg vervelend. De rekentoets, product van 10 jaar studie, kostte 500 miljoen euro. Maar leren onze kinderen nu ook beter rekenen? Dat is één grote ham, weggegooid geld. En de Wadden trekken ten strijde tegen dreigende industrialisatie en gasboringen zorgen op het eilandenrijk. Als de Schellingen echt ze hier niet willen hebben, komt er echt geen kruiwagen van de boot, hoor. Dat en meer in Brandpunt vanavond bij KRO en NCRV op NPO 2.